Goedemiddag, inmiddels PJ Squad, PJ Memberino's, Boyskies en Girlskies. Jullie hebben natuurlijk de vlog van gisteren gezien, of misschien niet. In dit geval, als je het niet hebt gezien, leg ik het even heel kort uit. Gisteren heb ik per ongeluk ergens rond de half van de middag heb ik de camera op super slow motion stand gezet. Wat inhoudt dat er geen audio achter het fragment was wat we hebben gefilmd. Nu hebben we dat gisteren een beetje goed gemaakt in de vlog door er een timelapse van te maken. Werkte ook prima. Alleen, vanochtend kwam ik dus nog niet achter het probleem. Dus ik heb vanochtend in de auto een hele mooie intro gemaakt, et cetera. Alleen zonder audio. Houd dus in, dit is even de nieuwe intro. Maar alle andere dingen die ik vandaag heb gefilmd, zitten er dus ook niet op. Nu is het geluk dat er nog niet heel veel gedaan is. Tenminste, er is veel gedaan. Alleen zichtbaar niet zo heel veel gedaan. De stucadoors zijn klaar. Gisteren hebben we de shout-out gegeven in de vlog, als het goed is. Maar even kijken, de stucadoors zijn dus klaar. Oftewel, boven, kijk, alle muurtjes, dit muurtje, van de trap gaat het muurtje. De slaapkamers volledig. Kijk, badkamer was natuurlijk al gedaan. En de logeerkamer. Alles is gestuukt en klaar en moet nog drogen. Op sommige plekken, dit hebben ze dus vandaag gedaan, dus dat is kleddernat. Maar kijk, daar zie je het een klein beetje. Op sommige plekken is het al een beetje aan het drogen. We proberen gewoon de temperatuur goed op een stabiel punt te houden en een beetje door te luchten, want dan gaat het iets sneller. Alleen we gaan niet van die dingen erop zetten met van die ventilatoren en zo, want we hebben online gelezen dat dat niet altijd aan te raden is. Maar stucadoor is dus klaar. Voor de rest ben ik vandaag bezig geweest met het een en ander egaliseren. Had ik natuurlijk gisteren al gezegd, ik heb daar de hele pot staan, daar heb ik mee gewerkt. Maar kijk, dit heb ik allemaal, alle gaatjes, oneffenheden. Deze muur hebben we helemaal eigenlijk heb ik aangepakt. De muur daar in de hoek, je ziet inderdaad een aantal strepen hier, heb ik helemaal strak getrokken. Die muur, dit wordt namelijk allemaal niet gestuukt, want 9 van de 10 muren gaan bedekt worden. Wat inhoudt dat, ja, een beetje zonde om alles te gaan lopen stukken terwijl je allemaal soundproofing erop gaat flikkeren en noem maar op. Maar we zijn in ieder geval een stukje verder, want die muren zijn inmiddels denk ik gedroogd. Ik kan even checken, stond online zo'n 3 uur dat het moest drogen. Kijk, hier zie je het wel redelijk goed. Kijk, hier is inderdaad wel een dutje. Kijk, en dan trek je dat, hebben we dat helemaal netjes gemaakt, zeg maar. Maar dat is redelijk droog. Redelijk droog, het is gewoon droog. Haal dus in, even naar de kwei. Even een soort van primer halen, want we moeten van het voorstrijkmiddel halen, want deze muren zuigen als een gek. Deze muren zuigen als een gek. Wat inhoudt dat als we hier gewoon onze mooie verf erop flikkeren, dan gaat zijn de eerste laag volledig de muur in en dan zullen we nog 3 keer moeten verven. Dus daar hebben we geen zin in. Dus we gaan even naar de kawei, halen we even voorstrijk, gooien we even voorstrijk erop. Dat moet dan weer 3 uur drogen en dan hopelijk voordat het avond is, kunnen we nog hier de boel in de verf zetten. De gamekamer heb ik dan over, hè. De rest moet nog drogen. De rest komt trouwens wel in het weekend. In het weekend, aankomend weekend, gaan we waarschijnlijk een heleboel gaan we hier verven. Maar de voorstrijk zetten, verven, 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 dan wordt het al een hele andere, nou ja, hele andere kamer. Want al de wanden die nu dus roze zijn, et cetera, en het plafond daar ook. En ook deze betonnen wand, die nu nog gewoon helemaal grijs, ja, op sommige plekken wit is, maar bijna volledig grijs is. Die gooien we allemaal dus in de witte verf. Hopelijk vandaag nog en anders inderdaad morgen op de planning. Voor de rest is het wachten op de houtlevering voor de achterwand. Op de soundproofing voor de boven en achter mij. En dan, ja, dan is het al zo stuk verder. Ik heb vandaag mijn LED-stripjes besteld. Dus ook die komen als het goed is vanavond nog wordt dat geleverd. Dus dat is ook wel heel chill. Dus dan kan ik morgen of overmorgen aan de gang met mijn LED-strips al maken. Dus een beetje afhankelijk wanneer alles geleverd wordt. Maar dan zijn we klaar voor nu. Ook de schermen trouwens. Mijn LG 32 inch aan beide zijden
zijn ook vandaag geleverd. En de 55 inch heb ik natuurlijk al thuis staan. Dus dan moeten we uiteindelijk dan een nieuwe 55 inch verkopen. Want ik wil de nieuwe versie eigenlijk van LG hebben. Maar ook budget-wise moeten we even kijken hoe en wat. Maar dat is ook geleverd. Dus we kunnen in principe muurbeugels erin boren. En we kunnen de schermen al ophangen als dit geverfd is. Dan gaan we echt al een klein beetje zien wat er gebeurt. Hopelijk eigenlijk alles voor het weekendschap mogelijk. Wat? Hier? Voor het weekend. Het is nu woensdag. Woensdag? Ik moet gewoon werken dus. Houd er vanaf hoe ik laat ik ga werken. Mijn planning is eigenlijk voor het weekend, voordat we dus beneden kunnen gaan verven, hoop ik een soort van klaar te zijn met alle dingen die ik kan doen in deze kamer. Vloer leggen, muren verven, de ledstripjes al wegwerken, stroom al vastleggen op waar het moet komen. En dan in principe is dit klaar. Misschien stroomdraad doortrekken, want we hebben daar in de hoek, kijk daar ook, hebben we een loze leiding zitten. Ik ga jullie niet meenemen naar de kawaii. Ik ga even snel die primer halen. Dan kan ik dat in ieder geval gaan verven. Dan gaan jullie in ieder geval nog iets zien wat er vandaag gaat gebeuren. We zijn weer in de woning. Doe jij hem eens? Net niet goed genoeg. We zijn weer in de woning. Kijk, we hebben voorstrijk primerachtige shit gehaald. We kunnen lekker tegen die wandjes aan. Dan zuigt het verf minder, wat ik net ook al had aangegeven. Ik ga ondertussen. Ik kwam erachter dat ik dingen vergeten was. Oftewel, ik zal even zo filmen, is beter licht en zo. Ik ga ondertussen, kijk, nog gipsplaten snijden, want ik was hier de zijkant nog vergeten af te plakken. En ook aan de andere kant. Dus ik moet hier een zijplaat maken, helemaal van onder naar boven. Ik moet eronder nog een plaat maken en aan de andere zijkant moet ik een plaat maken. Waarom ben ik dat vergeten? I don't know. 11,5 centimeter, vertopt het bodem, bam. Helemaal klaar, alles los, knallen, alles is een gek, mijn broeder. Alles is een gek, mijn broeder. Heb ik het daar wel gedaan? Maar daar heb ik het ook niet gedaan. Doe best. The fuck? Waarom ben ik al die shit vergeten? Ik, nog wel. Ik moet er zoveel keer van laten doen. Lisette. Jij gaat voorstrijken, toch? Ja. Oké, Lisette gaat voorstrijken. Ik ga gipsplaten snijden. I don't know. Ik ben gewoon. Mijn hersenpannen soms als een. Geniet ervan. Yo, VJ'ers. Oké, het is gedaan. We hebben de gipsplaatjes, tenminste we. Ik heb de gipsplaatjes erop gemonteerd. Dus nu van onder naar boven. Achter de deur zit er één. Hier achter die rand, zeg maar. Dus net om het hoekje achter die rand helemaal. Hebben we gipsplaat en ook daar achter de rand. Dat kan je trouwens wel zien. Want, kijk. Zie je het door het raampje? Ook heel netjes, kijk, heel netjes afgewerkt. Oftewel, nu is het gefixt. Ik heb daar een heel klein randje overgehouden voor eventueel verlichting. Zo, dat is wel heel dichtbij, hè. Ik heb daar een klein gaatje overgehouden voor als ik de studiolampverlichting
vanuit daar wil routen. En dat heb ik ook laten zien. We hebben ook daar overgelaten. Kijk, daar heb ik een heel klein randje overgelaten met al een gat in de balk. Uiteindelijk gaat dat dicht hoor en dan komt er een gaatje in het gips. Maar ik denk, ik hou het nu nog even open voor het geval dat het allemaal geruild moet worden en ik kom er niet bij omdat ik gips er al heb gedaan. Maar het gips ligt hier al, dus in principe kan ik het zo erin boren met de gips schroefie. That's it. Dus, nu is het echt klaar. Voorstrijk zit op de muren. Dus verf kan er in principe ook op. Gaan we alleen voor een andere keer bewaren. Want het is inmiddels 5:30. Wij hebben honger. Wij gaan lekker naar huis. Wij gaan lekker eten. En vanavond zoals gewoonlijk weer een heerlijke avondstream op Twitch. Twitch.tv/vluggejapen jongens, come on. Als je me daar nog niet volgt, wat doe jij met je leven? Geef eens even een follow en dan zie ik je hopelijk vanavond in de stream. Lekker live streamen met Snoezel de Boezel. Dus flinke sessies, flinke high kill games. Waarschijnlijk een paar wins pakken. En dan gaan we morgen weer vroeg uit de veertjes. Morgen de hele dag hier klussen. Hopelijk verder afmaken. Ik ga naar huis. Twee schermen kijken. Die laat ik morgen aan jullie zien in de stream. In de vlog. Morgen dus laat ik jullie zien welke schermen in ieder geval hier komen te hangen. En dan wens ik jullie allemaal een fijne middag, fijne ochtend, fijne avond. Tabé, tot de volgende vlog. Ciao, ciao.